sesam open nu. Mooi, mooi. Je ziet het? Onmiddellijk veel keuze. Nu, het belangrijkste bij een keuken is in de eerste plaats de indeling, de opstelling. Maar ik wil van jullie een beetje weten wat jullie stijl is. Wat zie je graag, wat zie je niet graag? En ik stel voor, in plaats van letterlijk een keuken te gaan uitpikken, dat we even kijken aan de hand van stalen wat de mogelijkheden zijn. Je merkt het, veel stalen, dat betekent heel veel mogelijkheden. Welk materiaal zeg je van, dat vind ik wel iets? Zoiets, denk ik. Meer houtkleur. Deel je die mening? Ja, ik vind het schoon mooi, maar ik zal persoonlijk zelf iets lichter. Nu, de materiaalkeuze is één ding, één zaak, om iets moderner of strakker te laten lijken. Maar er is nog iets, namelijk de detaillering. En daarvoor gaan we even gaan kijken in de toonzaal ook. Nee. Te donker, hè? Ja. Hier, kijk. Wat is dat? TV. Microgolf of zo? Ah, een tv. TV. Handig, hè, met de kindjes. Ja, zeker. Dan zijn die rustig als wij eten. Ik merk dat je blijft hangen in die keuken. Ja. Klopt. Ze charmeert jullie. Ja, ze trekt ons zeker aan. Toch, ja. Veel bergruimte, strak, clean. Het is duidelijk dat jullie van een strakke keuken houden. Dit is duidelijk een heel strakke keuken. Niet alleen door de materiaalkeuze, maar ook door de detaillering. Namelijk, hier is gebruik gemaakt van het frontlaminaat. Dat betekent dat je het zwarte lijntje op de voorkant van de deuren niet ziet. Waking on a pretty day. Ik vind de combinatie zwart-wit cool. Contrast is iets te hard, hè? Ja, zwart-wit is iets te cool voor ons, denk ik. Voor mij mag bovenkant ook iets warmer zijn. Ja. Nu, je merkt, alle keukens die je hier ziet, materialen, de mogelijkheden zijn oneindig. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat de kostprijs oneindig is. Mm-hmm. Nu, vooraleer ik daar een exacte raming kan opplaatsen, wil dat zeggen dat ik eerst moet het ontwerp maken en aan de hand van wat ik nu weet van jullie, welke materialen, uw wensen en uw eisen, zal ik een ontwerp maken en kunnen we dan verder dat bespreken. Ik zie jullie heel binnenkort terug. Mm-hmm. Spannend. Zo. Bedankt. Tot ziens. Ciao.